op bezoek bij Mandy. En Richard. Ja, kom binnen. Ik begin meteen met filmen. Ja, gezellig. Nou, we zullen eerst even kennis maken en hoe we daar verder filmen. Nou, daar hebben we Richard, de wederhelft van Mandy. Nou, vertel maar eens wat over de vissen en de vijver. Ja, in mei aangestoken door vrienden. En toen zijn we maar aan het graven gegaan. En zo zijn we gekomen met 90 kubus vijver. Tijdens de corona? Tijdens de corona. 19 kubus, is een mooie maat. Ja. Is het de eerste vijver? Of? De eerste vijver. Kijk eens aan, en meteen een mooie maat. Ja. Een paar mooie visjes erin. Opgekocht bij iemand. Twee filterinstallaties al gehad. Kijk, twee, dat is al snel. Dus ja, zodoende. En het is een mooi hobby. Ja, ja, daar zijn nog heel veel stiekem. Ja. We zullen even wat visjes filmen. Nog een lieveling erin zitten? Nee, ik niet bepaald. Ja, dat is je hoor, hè? Die komt altijd ja. Wel, zodra dat je buiten komt... Even hallo zeggen. Dat is altijd wel de vriendelijkheid zelf. Ja, het ziet er ook. Ze zien er netjes uit. Ja, nou wat opstartproblemen. Dan hebben we het nou toch eigenlijk wel goed voor elkaar. Nitrietproblemen of. Ammoniak. De bak was 2 weken oud toen dachten ze laten we kuit gaan schieten. Oké. Dus ja, dat was meteen... Dat is een aanslag op het water, meteen. Ja, meteen. Dus, ja, dat kun je wel zeggen. Dat was van de ammonia naar de nitriet. En nitriet heeft best wel even geduurd voordat we dat onder controle hadden. En toen kregen we wormen en witte stip en ja, van alles al. Maar nu gaat het goed. Draait hij lekker? Draait echt lekker. Ja, gewisseld van filters. Daar heeft ook wel mee te maken, denk ik. Van een beadfilter naar een trommel. Kijk, trommel. Dat is altijd lekker. Minder onderhoud. Minder onderhoud. Ziet er netjes uit. Ja, vaak iets compacter. Mm. Ja, dat hebben we net niet, maar... Ja, je hebt een stukje groter gegaan. Ja, een stuk groter gegaan. En, maar we hebben leidingwerken kunnen wel wat directer werken. Ja. Het is niet bochtjes en een UV'tje ertussen en nou zit nou allemaal in die bak. Nee, ja, de vorm is ook wel makkelijker wegwerken vaak. Ja. Vind ik. Ja, als je dan zo'n UV hebt, dan is het haaksbochtje 90 om, weer een haaksbochtje 90 om. Ja. Ja, dat is allemaal weer flow verlies. En hoe lang zijn jullie al lid van de Cave? Even kijken, in mei hebben we de bak buiten vijver en ik denk vanaf juli of zo. Vrij snel. Oh, vrij snel, dat is mooi. Vrij snel, dus ja. En dat bevalt prima. Ja. Dus, Over de vissen is dus vrij weinig bekend waarschijnlijk als jullie in één keer opgezocht of gekocht hebben. We weten dat er een aantal van Kooimaas en Waal afkomen. Ja. De Chagooi, de Kleine Gouden, de Deutzel. Ja, dat is een heel mooi visje. Die zat in de voorfilter. Ja, dat is eigen kweek. Dus, je hebt de vorige eigenaar gevonden. Visjes met een verhaal zijn altijd leuk natuurlijk, hè? Deze zat dus in het voorfilter. Deze hebben we op een veiling gewonnen. De Susui. Ja. En voor de rest komen ze bij iemand die stopte met de vijver. Ja. Ja. En willen ze graag eten. Ginrin Deutschu Mukashi. Ook wel een mooie. Zie je het ook niet elke dag? Als jij het zegt. ik zie ze niet elke dag in ieder geval. En meteen ook een winterkapper op. Ja. Om een beetje de temperatuur erin te houden. Ja. Proberen. De schommelingen een beetje op te vangen. Ja. Dat het ook een beetje stabiel blijft en langzaamaan afbouwt. Ja, een filterbakje. Ja, vertel eens.
ja, toch maar van bierfilter naar trommelfilter. Bij Koen van de Heuvelwal. Van Top Kooi Store. Top Kooi Store, ja. Mooi erin gegaan. Vriend van de Kooi Cave. Meteen wat reclame voor Koen. De rekening stuur ik nog wel, Koen. Ja, dat doet hij voor mij ook wel bij dan. Ja. Ja, en... Trommel beweeg in bed, denk ik. Trommel beweeg in bed. Kijk, van alles voorzien. Nog heel schoon medium. Ja. Dat is nog niet... Mag nog wel donkerder worden. Ja. Sprinkelfilter erop. Ja. 100 liter sulfoorgas. Ja. En hoop dat je daar kunt doen. Ja, dat moet ook een dijk van de filter, zou je zeggen. Ja. Ja, dat kun je pas zien voor je hand doen. Ja. Ja, als je wat meer wil gaan voeren. Ja. En wat meer vis er eventueel in zit, want er was nog wel vis aangekocht ja. Bij Maas en Waal. Maas en Waal, ja. Ja, die kwam in april. Ik ben nu. Voorjaar zag je daar wat meer voer. Ja. Ja, dit jaar bewust niet veel gevoerd. 30 gram per keer, een ja. Keer per dag. En ja, vorig jaar ook al iets meer gevoerd. Ja. Dus, alles netjes aan de muur gemaakt. Ja, dat is een tik. Ja, dan moet je netjes weggewerkt zijn, want anders... Het geeft niks om zo'n tik te hebben, toch? Nee. Een red label. Hoeveel float denk je dat er overheen gaat? Ik zie hier twee, één grote en één kleinere pomp. Ja, één van 10.000 aquaporten die over de trickle gaat. Die staat op 70%. Dat is zeg maar 70.000 kuub per uur. En een Aquaporte DM 30.000. Ja. En die staat nu op 50. Kijk eens aan. Drie aanvoeren. Drie aanvoeren, ja. Twee bodem, één schimmer. Gewoon helemaal volledig open. Niet geknepen. Nee. Ik hou er ook wel van een kolkje in mijn schimmer te hebben, hoor. Ja. Ik weet niet of dat hier ook het geval is. Ja, nou heb ik dan alleen de korf erin zitten. Oh zo, ja. Dus, omdat er toch geen blad in komt. Ja, op zich hebben wij helemaal niks. Eigenlijk zou je dicht kennen, maar ja, dat doe ik niet. Tussen de bacteriën in de leiding en alles. Ja. Om toch de doorloop te hebben. Altijd verstandig. En een tweede lichte bodemreed. Ja. Ja, lekker wat lucht erop. Ja. Nu ook al iets minder. Nu ook al minder, ja. Normaal weer. Maar... Ja, dat is ook nou niet zo heel veel nodig meer. Nee, UV staat nou ook sinds een week uit. En hier langs klettert nog wel langs me. Ja. Sinds een weekje. De nieuwe aanwinsten. Ja. Het zijn niet de nieuwe aanwinsten voor de vijver, maar meer voor. Voor de lol. Voor de lol. Kijken wat ik ga doen. Valt niet mee om zo'n film te krijgen, nee. Want heel groot zijn ze nog niet. Alles zit in de hoek daar. In een andere hoek, ja. Ja, alles zit daar in de hoek. Krijg het tellenbakje van? Eentje. Ja. Van een cube. Ja, er zit daarachter zit dan eigenlijk een extra ruimte. Dus eigenlijk kun je zeggen 1100 liter. Ja. Maar die hebben we, ja. Dat is nou niks, of is het filtermateriaal? Ja, er zit nou gewoon de pomp hangt erin. Ja. De verwarming. Dus zou er eventueel nog zo'n airlift systeem van kunnen maken. Ja. Er zitten ook wel een paar grotere in, maar die zwemmen hier aan deze kant. Hoeveel zit er ongeveer in? 25, kijk. Speciale schoonmaakspulletjes. Eigen gemaakt. Dat doet je misschien zijn tanden mee poetsen, maar... Ja, dat kan ook. Maar ik hou van... Hij houdt van schoon, zie ik wel. Schone filter, hè? Dus dat moet gepoetst worden. Ja, op zich is wel een goed idee, want ik doe het met afwasborstel... En dan kan ik er eigenlijk niet overal makkelijk mee bij, moet ik zeggen. Dus, voor het raam is het ook ideaal om erbij. Ja. Ja. Ja, dat hoort er ook bij om daar een keer te poetsen, hè? Yes, nou, ik dank jullie voor dat ik langs mocht komen. Ja, graag gedaan. En we zien elkaar wel weer
ik hoop op de Koi Show misschien zelfs, ja, die eraan zitten te komen volgend jaar als ze wel door mogen gaan. Ja, juist. Maar ja, dat is altijd nog een beetje afwachten, hè? Ja. En dan komt een keer een barbecue of zo ergens. Ja, er staat van alles op de planning. Ik zit redelijk dicht op het vuur en ik hoor wel eens ooit iets, dus, maar dat komt helemaal goed. Goed, dan wens ik jullie nog een fijne avond. Ja, het begint zachtjes aan al donker te worden. Bedankt voor het komen. Yes, graag gedaan. Doei! Doei.